IJskoban Moes. Wat kost uw ijsjes, meneer de IJskoban? Ja, maar ik sta nu hier dus. Oké. Okay. Nou, u ziet het. Meneer die is niet in staat om mij te vertellen wat het kost. Dus ik vraag u toch. Bent u nou ook zo, net zoals de politie? Nou mensen, ik raad u aan deze IJskoban te botten, te boycotten. Want deze meneer is niet in staat. En ik zeg het, Leo Stoten zegt dat deze man niet in staat is om een normaal gesprek te voeren. Ik vraag wat kost een ijsje. Dan gaat hij een hele discussie aan dat ik op het bordje moet gaan kijken. Godverdorie, pijlen op de grond. En dan ben je op een bordje kijken. Niemand wil bij deze man een ijsje kopen. Wat een imbeciel zeg. Ik moet op mijn bordje kijken. Ik vraag wat kost het. Ga zegt u, je moet op mijn bordje kijken. Ik ben heet gemakerd, maar dat komt door die pijlen en al die aanwijzingen die ik krijg van al die idioten in Nederland. U moet op het bordje kijken. Hij heeft godverdomme sorry maar dames en heren, maar hij heeft afgekeken wat de overheid doet. U moet de pijlen volgen, u moet dit, u moet dat. Nou, ik heb het helemaal gehad daarmee. Die man is te lang hier onder de inboedsfeer. Daar staat het bordje. Kom op meneer. Ja, sorry dat ik doordraaf, maar dit gebeurt dus overal, hè? Hallo. Dit gebeurt dus overal. Als je iets vraagt, krijg je een irrelevant antwoord. Of je wordt op een gegeven moment, gewoon genegeerd. En die man staat zijn ijsjes te verkopen. Moet er nagaan. Ik in blijdschap denk, ik mag eigenlijk helemaal geen ijs. Ik denk, laat ik nou een ijsje gaan kopen. Lekker. En dan krijg je zoiets. Nou, weer. Ik loop er wel tegenaan, hè, jongens. Maar jullie krijgen goede voorbeelden. En ook vooral hoe je het moet doen. Zulke bedrijven, of ze klein of groot zijn, moet je negeren. Dus word je afgezeken in Albert Heijn, ga dan in het vervolg naar de Jumbo. Word je daar afgezeken, dan ga je naar de Bas. En word je daar afgezeken, dan ga je naar een ander. En dan hoop ik dat je uiteindelijk bij kleine winkeliertjes terechtkomt. Dat die nog wat, die nog een beetje profijt hebben van hetgene wat u uitgeeft. En die daar ook in leven kunnen blijven. En in staat zullen zijn om hun kop boven water te houden. Nou, ik kom nu bij het laatste restantje, geloof ik, van mensen die daar staan. Er staat heel veel politie omheen. Volgens mij is hier een demonstratie. Ja? Ja, want jij zit zo in een busje. Oh, waarom? En dan kan ik Paul weer meenemen. Ze zijn al ingesloten. Ja. Ik kan toch daar gaan staan? Nee, dan word je weggestuurd. Daar staan dan Paul. En dit busje zit ook nog 8 of 9 ME. Ja? Die zitten er nog in, hè? Dus die kan er zo achter. Oké. Kijk, ze gaan ook ons weer wegjagen. Nee, je wil naar het hondje. Dus... Dat is helemaal geen lief hondje wat er staat natuurlijk. Hij is aan het werk. Als hij nou vrij is, dan kan je wel met hem spelen, maar nou niet. Hij is nu aan het werk. Nee, maar ik kan toch wel heel even tot het hekje lopen en weer terug. Alleen... Kijk maar, die agent die daar staat... Hier alleen maar, tot waar die meisjes staan. Nou, die mannen, net al bij die iemand in de busje. Iedereen kan boven hem, hè? Ja, maar ik wil even een shot maken voor dichtbij. Loop ik. Ik ga naar boven.